Oma Brit leest voor. Korte verhaaltjes van Dickie Dick. Geschreven en geïllustreerd door Jet Boeken tussen 1978 en 2017. Plastic zak. Buiten waait het hard. Er vliegt een plastic zak door de lucht. Dickie Dick wil ermee spelen. Hij rent erachteraan, de ladder op, steeds hoger en hoger. Oh, nu zit hij boven op het dak en hij neemt een hele grote sprong. Help, ik val van het dak af. Maar hij laat de zak niet los. Hou je goed vast hoor, Dickie Dick, dan kom je vanzelf weer beneden. Hè, dat liep gelukkig goed af. Voortaan beter uitkijken hoor, als je op het dak speelt, Dickie Dick. Zeep eten. Dickie Dick is in de keuken. Wat ligt daar op het aanrecht? Dickie Dick neemt een sprong. Oeh, het is een stukje zeep. Dat ruikt lekker, denkt Dickie Dick, naar bloemetjes. Kun je het eten? Vraagt Dickie Dick zich af. En hij neemt een hapje. Oeh, bah, wat vies. Gauw een slokje water. Maar oh, nu komen er allemaal bellen uit zijn bek. Gekke Dickie Dick, zeep kun je niet eten. Zeep is alleen om je mee te wassen. Windje waai. Dickie Dick kijkt naar buiten. Het waait. Oh, en wat ga je lekker vlug met zo'n waaiwind in je rug. De vogels waaien, de blaadjes waaien en Dickie Dick waait weg. Waai, windje waai, windje draai, maar nu wil ik weer naar huis terug. Boris. Vanavond slaapt Dickie Dick niet thuis, maar in het huis van een vriendje. Dickie Dick gaat uit logeren. Dag Dickie Dick, kom binnen, loop maar met me mee. Dan zal ik je laten zien waar je slaapt. Kijk, hier gaan we slapen, in die hele grote mand. En dit is Boris, die woont ook hier. Oh, wat een grote hond. Dickie Dick's haren gaan recht overeind staan van schrik. En hij rent weg en verstopt zich achter de kast. Ha, Dickie Dick, je hoeft echt niet bang te zijn hoor. Boris is heel lief. We slapen altijd samen in de mand. Dickie Dick en zijn vriendje en Boris liggen samen in de mand. En slapen ze allemaal? Nou, Dickie Dick kijkt nog heel even met één oogje. Gelukkig, de grote hond slaapt ook.